Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Het wordt een hele spannende week, want de jongens gaan voor het eerst naar school. En ja, ik kijk daar echt al weken naar uit, maar ook een beetje tegenop. Omdat ik denk, oh, hoe gaan ze het vinden? Weet je wel, met allemaal meesters en juffen die alleen maar Spaans praten. Oh, gaan ze het wel leuk vinden? Gelukkig zijn er ook iets van zes denk ik, Nederlandse kindjes. Dus ik voel me daardoor wel iets relaxter, omdat ik denk, oké, ze zijn niet helemaal in een soort van vreemde situatie waarin ze niemand kunnen verstaan. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel mega spannend voor ze. Een totaal nieuwe omgeving, nieuwe kindjes, nieuwe leraren en leraressen, Spaans. Ja, ik ben heel benieuwd. Het is niet een typische school zoals die we kennen in Nederland. Het is echt eigenlijk een soort van mix tussen een hele vrije school. Dus ik weet niet of jullie het begrip vrije school kennen. Daar heeft Wouter vroeger op gezeten. En een opvang. Dus het is, ja, er zijn geen tafeltjes en stoeltjes waar ze aan zitten. Het is eigenlijk heel erg groot buiten. Een veld met allemaal speelattributen. Dus dingen waar ze op kunnen klimmen. En autobanden waar ze mee kunnen rollen. En fietsjes. En alles. Ja, niks is van plastic. Alles is van hout. En natuurlijke materialen. Behalve natuurlijk dan die rubber autobanden. Maar goed. Touwen, dat soort dingen. En dan hebben ze een heel klein soort van mini huisje waar dan wel een paar grotere tafels aan zitten waar ze dan 's middags aan gaan lunchen. En ze lunchen warm. Dat is ook wel heel leuk. En de ouders die moeten om's de beurt gaan koken. Dus één keer in de 22 dagen, want er zijn ongeveer 22 kinderen, dan ben je als aan de beurt als ouder. En dan krijg je een recept mee en dan moet je dus voor 22 kinderen en de leraren en leraressen gaan koken en dat neem je dan mee. En dan mogen de kinderen helemaal daarover vertellen en die mogen dan het gaan opscheppen en zo. En ja, nee, echt gewoon fantastisch. Dus ik ben helemaal excited over deze school en ja, heel erg zenuwachtig ook hoe ze het vandaag gaan vinden. Ze zijn nu lekker buiten aan het spelen en we gaan ze zo wegbrengen. Dus ik ga even hun schooltasjes klaarmaken en dan gaan we. Wat goed. Nou, de rugzakjes staan klaar. Ieder waterfles. En altijd ieder twee stuks fruit. Dat moet ook van school. En dan heb ik hier in het trommeltje zit bij allebei twee boterhammen, drie crackertjes, twee koekjes en wat abrikoosjes. Ik heb een zwemster, dus wel een jasje. Ik wil een zwemster. Oké, en ik? Nou, ready to go. En dit is eigenlijk voor na school, want op school krijgen ze echt warm eten. Wordt er gewoon elke dag pasta of een rijstmaaltijd gemaakt. Dus dit is echt voor daarna. Nou jongens, dit is de weg naar school. Hoe leuk. Gewoon midden in de natuur. Hola! Kijk, zo loop je dan. En dan is dit het pad naar de school toe. Nou, dit wil je toch? Oh, nou vast snel weer. Oh my god, we hebben de jongens dus net gebracht. Ja, hoe begin ik? Ten eerste hebben we gewoon het eerste uur erbij gezeten. Dus toen gingen we gewoon in die buitenplek. We liepen met Wolf en Luca erin. En die leraressen en meesters zeiden van ja, de ouders blijven er altijd eerst even een uurtje of iets langer bij. Zodat ze even rustig zelf kunnen exploren en wennen met het safety gevoel dat jullie er zijn. Dus dat vond ik best wel een goeie. Dus Wout, ik en Coco, ja, die gingen gewoon lekker op een muurtje zitten. En de jongens die gingen eigenlijk gewoon meteen hun weg, fietsjes pakken, op dingen klimmen. En eigenlijk bijna het gevoel alsof je met ze naar de speeltuin gaat. En ja, toen op een gegeven moment waren we er natuurlijk ruim een uur. En toen moesten we natuurlijk weg. Nou, dat vonden ze even iets minder leuk. Wat ik ook wel begrijp. Dus het was helemaal, gaan jullie weg? Nee, nee. Dus, maar ja, we moeten ze letterlijk weer over, wat is het? Ze blijven daar ongeveer 2 uurtjes en dan moeten we ze dus zo alweer ophalen.
Omdat die eerste dag, de eerste paar dagen zijn natuurlijk gewoon wendagen. Dus toen was het wel even verdrietig, maar het viel nog mee. Kijk, ze hebben natuurlijk ook elkaar. Dat scheelt zo erg. Dat geeft mij ook zo'n geruststelling dat ze gewoon elkaar hebben en ja, altijd naar elkaar toe kunnen gaan. Ze hebben altijd hun beste vriend mee. Dat geeft mij ook gewoon een heel warm gevoel of zo. Nou, dus wij weg en 100 keer een kus geven, een knuffel en nog even blijven. Nou, uiteindelijk gingen we gewoon weg en waren ze wel een beetje aan het snikken en zo. Maar toen zijn we natuurlijk even blijven wachten. En toen hoorde ik letterlijk al dat het na 30 seconden dat wij weg waren, dat ze gewoon alweer stil waren. Dus ja, zo zie je maar, dat gaat ook weer super snel voorbij. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het dan nu hebben zonder ons daar... Jeetje, kikker in mijn keel. Maar ja, we gaan het zo meemaken. Ik ga even lunch maken. Ik heb vet honger. En ik moet even wat dingetjes voor werk doen, voor dieper. Wat mailtjes beantwoorden. En ik werk ook aan een hele leuke nieuwe editie. Dus dat ga ik nu even doen. En dan, ja, dan gaan we alweer erheen rijden. Het is ongeveer... Het is precies 21 minuten rijden naar een school vanaf hier. Wat ik eigenlijk net te lang vind. Want als je ze dan gaat in je eentje gaat brengen en halen, zit je toch bijna 3 kwartier in de auto. Maar goed, voor een half jaar is het prima. Maar mochten we echt langer blijven hier op het eiland, dan zou ik wel een huis willen vinden wat dichter bij de school is. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Eerst maar even die eerste dag school overleven. Super lief, want we hebben voor Coco deze box gekregen van Florine. Die hier ook op Ibiza woont. En ze had hem niet meer nodig. Want haar kinderen zijn daar te groot voor. Dus hij komt hier heel erg van pas. Ja. Want af en toe is het toch handig om haar even in de box te zetten. Omdat ik dan even wat moet doen of zo. Ja, schat. En ze trekt nu alle kastjes open. We moeten echt opletten. Lachenbek ben jij. Je bent zo'n lachenbek. Ja. Gekkie. Hallo Snoofy. Ja. Ja. Ik heb even een lekkere gezonde salade gemaakt. Ta-ta-da. Ik wil echt weer even op die healthy tour. Want ik heb zoveel gefroten in december. Dat ik denk, oké, ik moet gewoon weer even strak in mijn velletje komen. Dus we hebben hier een salade met avocado, tomaat, feta, kikkererwten, pompoenpitten. En een beetje balsamico, mosterd, honing, olijfoliedressing. Nou, kind kan de was doen. Kijk, hier word ik nou helemaal blij van. Want je denkt dat dit een boek is. We hebben dit boek ook in Nederland. Maar het is een doosje met troepjes. Is toch helemaal leuk? Hoe leuk staat dit? Dan denk je van, oh, leuk boek. Eens even kijken. Ja, ja, nee, nee, helemaal cute. Zo, slijm. Lekker mangootje. Uit school eten we mango. Heerlijk. En een rijstwafel met pindakoes. Lekker, lekker, lekker. Oh. Heb je schil? Moet ik je even helpen, schat? Ja, ik heb schil. Oh, ik help je wel, ja? Kom maar. Oké, we hebben de jongens gehaald. En nou ja, je ziet het zo aan mijn lach. Ze hebben het zo leuk gehad. Hun eerste reactie was toen ze kwamen huilen. Waarom zijn jullie er nu al? Ik wil nog spelen. Nou, ja, dat is natuurlijk gewoon het mooiste, de mooiste reactie die je kan wensen. Ik was natuurlijk best wel zenuwachtig en ook bang dat ze... Ja, helemaal, weet je wel, in mijn armen zouden vliegen en zeggen, waar was je nou? En dat ze meteen mee wilden, maar dit. Ze hadden ook al wat vriendjes gemaakt en ja, ze zagen er zo gelukkig uit. En helemaal door het dolle heen dat ze dus op school waren en ze wilden alles laten zien aan ons en vertellen. En ja, het was echt geweldig. En nu zijn ze lekker even daar in de tuin op het gras aan het chillen met een koekje. En heb ik net al hun verhalen aangehoord. En ben ik zo blij. Niet normaal. Echt pak van mijn hart. Dit hadden we ook bij IKEA besteld. Nou, de jongens zijn helemaal blij ermee. Want ze spelen met allemaal autootjes erop. Dus dat is echt een top aankoop geweest. We waren ook even naar de Zara geweest. En kijk nou hoe leuk dit vest is. Ik vond het helemaal
Isabel Marant-achtig. Met die drie kleuren, of drie, vier zelfs. Beige, grijs, rood en blauw. Ik zet het even neer. Ik moet wel even bukken. Let niet op deze broek die ik nu weer aan heb. Ik was echt net even zoekende van ja, ik wil even wat anders aan. Maar dit is natuurlijk totaal geen match. Want hier moet gewoon lekker een beetje een oversized jeans bij dit nieuwe vest. En of bijvoorbeeld een leuke flared of zo. Maar ja, ik vond het helemaal leuk met die details, met dit soort dingen. Helemaal cute. En hij was gewoon volgens mij iets van €80. En dan de uitverkoop in Spanje is bizar. Als je hier gaat shoppen in de uitverkoop, en die is altijd in januari. Nou, dan geven ze het nog net, die gaat dus weg. Dit was dus €15. Ik dacht, ik geloofde het bijna niet toen ik het zag. Dit is een fout, dacht ik. Maar ja, ik moest echt €15 afrekenen. Goedemorgen. Nou, kijk eens wie er is aangekomen. Goedemorgen. Oh. Blij, hè? Schat, we zitten gewoon aan een parkbench with a sweater. Net gekomen van 0 graden Nederland. En this is 19. I'm like in another world. Amazing, with palm trees behind you. Hey. En I have my camera back because... Oh, ik hoef helemaal niet Engels te praten. Joey, die heeft voor mij een nieuwe camera meegenomen. Yeah. Zo blij mee. Dit is mijn oude vertrouwde Canon die ik altijd heb. En die was hier nergens te vinden. Dus ik kan weer vloggen. Eindelijk. Like if I wanted to do a day of Palma. Let's say I would come here next time and I'm here a little bit longer. Yeah. En dan I'm like, oh, ik wil gewoon een dagje Palma. Hoe is dat makkelijk? You have to Google, I don't know. Because Balearia, the big boat there, the green boat, they go there I think daily. Ja. We gaan even ontbijten bij Cappuccino. Nee, we hebben eten gekregen, lekker omelet. Jij roerei en ik een avocado toastje. Heerlijk. Hallo, mamas. Ik heb smile. Vind je het net zo verschrikkelijk hier als wij? Nee, I'm never coming back. Worst place on earth. I want to go back to Holland. It's snowing, I heard, and -1°. Dus ik ga nu terug. Dag! Ik vind het zo leuk om jou zo blij te zien hier. Dat is niet normaal. Het is zo een ander. Het maakt mij ook blij. It's such a different experience. Ik was hier, ik denk, 2 zomer geleden ook met jullie. Ja. Het is niet te vergelijken. Maar wij hebben ook een andere instelling nu. Dat en voel je ik ook. Ik voel alsof ik jullie aan het bezoeken. Like I'm visiting you guys. Mm-hmm. Like that you guys live here. It feels like that. Ja, we zijn hier oprecht nog maar 3 weken in november geweest. En nu 2 weken januari. Maar het voelt Joey ook zo. Ik heb net de jongens meegebracht naar school. Ja. Dus dat voelt dan ook helemaal, weet je, alsof weer maar echt wonen. En die school is, like, I almost cried. It's the most beautiful ja, thing. Zo I, leuk. I would have wished that I had that when I was little. Ja. Geweldig. En the teachers were helemaal spiritual. And like, we're in nature. Alles is buiten. Incense. Ze spelen alleen maar buiten. Ze leren buiten. Ja. Geweldig. En dan ik dit weer. Ik heb straks om lekker te shoppen. Nou, let's do it. Let's go. Laat ik daar nou ook net heel veel zin in hebben. Laten we nou eens lekker even gaan shoppen. Leuk. Leuk. God, heb ik weer. Wij zijn even aan het shoppen. Elise, zei je? Ja. Boers. B-O-E-R-S. Ja, Ed? Gmail.com. Ja. Bij Tar Willoughby. Helemaal leuk dit. En ik heb net deze heb ik gekregen van Tar, die joinpak, dat joinpak. En ik heb net deze gekocht. Vond ik helemaal leuk. Zo'n cropped t-shirtje. Helemaal gezellig. Echt eye candy allemaal. Al die kleuren. Helemaal een winkel voor mij. Wij zijn weer thuis. Nou, even kijken. Het t-shirtje, oh, dat heb ik jullie eigenlijk al laten zien in de winkel. Helemaal vergeten. Maar ik wil het zelf nog een keer zien, dus pak het even uit. Met 1 hand. Nee, dat gaat niet. Hou op. Oh, helemaal leuk. Ik hou ervan als het helemaal in zo'n mooi papiertje zit. Love it. Ja, cute.
Helemaal cute. Hier staat Ibiza. En op de rug staat ook Ibiza, Ibiza, Ibiza. Oké, baby, I'm gonna go nappy. Ja. Is dat oké? Okay? Helemaal goed. Of ben je boos? Nee, ik zei natuurlijk in de winkel dat ik dit pak aan had. Love. Leuk toch? Geweldig. En vooral de achterkant is heel leuk, want daar staat dus ook in die leuke letters Ibiza. You look fashion, mama. Fashion. Coco helpt? Oh. Ik ga nu naar haar toe. Oh, soms is het een soort nachtmerrietje en dan gaat ze... Ja, soms gaat ze meteen daarna weer slapen. Ja. Slaap lekker. Zo. Helemaal leuk. Joey die is een beetje ziek helaas. Dus die gaat heel even slapen en dan hoopt hij dat hij zich zo meteen beter voelt. We hebben allemaal te pakken. Ik heb echt net, toen had ik ook mijn camera niet, een soort intense buikvirus gehad. Nou echt de hel. Dit wens je je ergste vijand niet toe. Ik was gewoon 4 dagen lang. Dit is dag nummer 5. Het gaat nu ietsje beter. Maar gewoon om het uur naar de wc. Ik heb uiteindelijk ook een dokter moeten bellen. En die kwam hier en die zei ook van, oh ja, ik zie al dat je een beetje uitgedroogd bent. Want hij ging in mijn mond kijken en hij meette mijn bloeddruk, was een lage bloeddruk. Hij zei, ja, dat komt omdat je aan het uitdrogen bent. Dat ik zoveel vocht aan het verliezen was. Dus ik merk nu ook dat ik de hele dorst heb. Ik drink echt vet veel en ik ben ook helemaal bang. Hij zei ook van, ja, je moet niet te lang stilstaan, want dan kan je echt flauw vallen. Omdat je dus een lage bloeddruk hebt. Nou, dat kwam dus allemaal door dat leuke buikvirus. Dus nou, dat heeft Joey gelukkig niet. Hij heeft een soort griepje, denk ik. Meer met keelpijn en zo. Maar Wout had dus ook dat buikvirus. En ik moet het even afkloppen, want de kinderen hebben nergens last van. Nou, dat is een godswonder. De dokter zei wel, ja, de kans is heel groot dat zij het nog krijgen. Dus daarom nog een keer kloppen. Echt, ik hoop niet dat ze dit krijgen. Ik had zulke buikkrampen. Het was echt heel naar. Dus laat hun dit alsjeblieft bespaar blijven. Geweldig. Vandaag wordt het hek gemaakt. Cool. Fantastisch. Amazing. Leuk, hè? Ik kreeg best wel vaak de DM van mensen en comments over het zwembad. En dat we daar geen hek omheen hebben. Want elke keer als wij een vakantiehuis boekten in het buitenland, eigenlijk vaak Ibiza of Mallorca, hadden we altijd een zwembadhek. Of het zat er al bij, of de verhuurder regelde het, of de agency. En dit huis had geen zwembadhek. Nou, mijn allergrootste angst, ik denk van elke ouder, is natuurlijk, ik kan niet eens uitspreken, maar dat er iets gebeurt in het zwembad. Dat je kinderen daar dus invallen. Dus met dit huis maakte ik me ook helemaal zorgen om de kids. En we waren hier natuurlijk de volle maand november. Nou, toen kon Coco nog niet kruipen. De laatste paar dagen voordat we weggingen, toen begon ze met kruipen. En de jongens die zijn nu wel op een leeftijd dat ze weten van oké, ik moet er niet inspringen, want dat is gevaarlijk en het is freaking koud. Ik heb het ze ook laten voelen met hun handjes hoe koud het water is. Maar ja, ze kunnen natuurlijk gewoon spelen en rennen om het zwembad en per ongeluk erin vallen. Dat bestaat altijd. Dus toen we in november hier waren, toen hebben we echt erbovenop gezeten dat altijd als één van de jongens al buiten was, dan waren we gewoon, een van ons was dan ook buiten. Dan moesten we elkaar echt, als we allebei naar de wc of zo moesten, Wout en ik, dan was het oké, jij gaat nu eerst naar de wc, dan kom je naar buiten en dan ga ik naar de wc. En we hadden toen natuurlijk ook een oppas mee, dus die was ook ziekelijk alert daarop. En dat is allemaal gelukkig goed gegaan. En toen we daar waren, toen hebben we eigenlijk meteen geprobeerd om een zwembadhek te regelen. Maar al die bedrijven die zo'n hek leveren voor een vakantiehuis hier op Ibiza, ja, die zijn nu allemaal dicht, want het is winter. Dus die zijn allemaal joejoe verkast naar het vasteland of zelf op vakantie. Ze werken nu niet. Dus wij dachten, oh, hoe moeten we dit doen? We kunnen hier toch niet nu maanden zonder zo'n hek? Dan ben je continu, zeg maar, in zo'n alerte staat. Dan kan je niet chill, zeg maar, leven eigenlijk.
Toen hebben we godzijdank een man gevonden die hier eigenlijk een soort, ja, die kan alles. Die kan dingen maken, die kan dingen voor je regelen. Dus dat is heel chill, een Spaanse man. En daar vroegen we aan of hij een zwembadhek wilde maken. Nou, dat kon hij. En hij heeft dat helemaal thuis nu gemaakt in zijn tuin. Wit geschilderd, want het was eerst bruin hout. Maar we vonden, ja, wit wel mooi bij deze tuin passen. Dus het is helemaal wit geschilderd. En hij heeft het al, we hebben de maten doorgegeven. Heeft hij het gewoon helemaal op maat gemaakt. En hij komt dus zometeen hierheen om het te installeren. Nou, jullie willen niet weten wat een rust dat gaat geven. Want ik heb ook heel vaak van die comments binnengekregen en DM van, ja, waarom hebben jullie geen zwembadhek? Dit is gevaarlijk. En toen heb ik er ook bewust niet op gereageerd. Ik heb ook niks erover gezegd, over dat dit mijn angst is en dat we nog al weken zonder zwembadhek zaten. Omdat ik dan, ik ben dan heel bijgelovig. Dan denk ik, als ik dus nu uitspreek dat ik daar zo bang voor ben dat er iets gebeurt, dan gebeurt er wat. Dus ik heb er geen woord over gezegd, totdat tot de dag van vandaag nu dus, dat we ook echt een zwembadhek krijgen. Want ik dacht, ik wilde het niet, ja, jinx is het verkeerde woord, maar iets in gang zetten. Want dat is gewoon, ja, dat is de allergrootste nachtmerrie. Dus ik kan nu eindelijk zeggen, wij krijgen zometeen een zwembadhek. En hij gaat het in elkaar zetten en hij zei, ik ben er een paar uurtjes mee bezig en dan staat hij al. Oh my god, we komen net thuis en het hele hek is gemaakt. Oh, wat geweldig. Dit is echt een pak van mijn hart. Holy shit. Ik ben hier blij mee. Nu kan Coco gewoon hier overal kruipen waar ze wil. Tuurlijk met ons erbij, maar ze was zo aangetrokken tot het water. En de jongens, ja, ik ben natuurlijk ook als de dood dat de jongens erin vallen. Oh, wat is dit geweldig. En kijk, hier zit dan een deurtje. Hebben we laten maken. Dus hierachter zit het slot. En dat kan je dan gewoon zo openmaken. Voor de jongens is dat best even lastig. Oh, voor mij nu ook. Oké, ik heb hem open. Tadaa. Ja, dit is helemaal top. Dat hier gewoon dan de ingang is met een trappetje. En de jongens hebben zelfs nog een beetje ruimte om van de kant af te springen. Dus ja, blij mee. Oh, wat geeft dit een goed gevoel. Niet normaal. Het is er gewoon. En ik kan nu gewoon binnen zijn terwijl de jongens lekker aan het ravotten zijn buiten. En dat ik niet continu hoef op te letten dat er iets gebeurt. Dit geeft zoveel mentale rust. Jullie willen het ook niet weten. Ik ga je daar niet mee vermoeien. Maar dan, ik kan mezelf helemaal opfokken. En dat ik helemaal met angsten in bed lig 's nachts. Met scenario's die dan kunnen gebeuren met het zwembad. En dan maak ik mezelf helemaal gek. Kan ik het ook niet meer loslaten. En nu kan ik dat allemaal loslaten. Dat is zo fijn. Dat ze gewoon vrij kunnen spelen. En dat ik ook niet de hele dag zeg, pas op, niet te dicht bij de rand. Dat ben ik de hele dag aan het zeggen. Ja, dat is ook helemaal niet leuk voor hun natuurlijk. Dus dit is heel fijn. Zo. Koki, wat is dat allemaal? Hi. Hi. Wat is dat allemaal, hè? Hi. Enjoy! Thank you, baby! Taco time! Lekker! Yeah. Oeh, lekker! Waterpijn heb ik niet meer! Goed zo! Ja! Hi! Favorite tent! Leuk, hè? Ja, schat! Zo leuk! Dit is amazing! Ja! Vooral de view! The view is sick! Maar we zitten letterlijk aan de beach. Zee, gewoon op het strand zit je. On the beach. Ja, kijk. In January. Hoe ja, geweldig. Heb jij het niet warm? Ik heb het wel warm, ja. Maar gewoon lekker. Lekker. Ja. Jij ook, hè? Ja, ik heb gewoon ik heb gewoon een blouse aan. Heerlijk, schat. Ik ben burning, oh, in the sun. I love die blouse. Nee, liefie, nee. Wij zitten lekker bij Jemanja. We waren hier al om 11 uur. Helaas is de keuken nog dicht. Waar mag ik? Wacht even, er staat een hele grote hond bij Luca. Ja, die is van het restaurant. Ja. Dat was er net ook al.
Papa? En de keuken is dicht, dus we kunnen alleen koffietje drinken helaas. Papa? Maar het is hier heerlijk. Ja, dat wel. Zo, wij zijn weer terug. Ik ben helemaal in mijn losse haar era. Want jullie weten, ik heb bijna altijd een staart in. En dat is gewoon handig met kinderen. Al helemaal met een baby die alleen maar aan je haar trekt. Maar ik weet niet, ik ben de laatste tijd weer helemaal van los haar. Sinds ik het weer heb geverfd en geknipt een tijdje terug in december. Denk ik weer helemaal van, ja, laten we het losdragen. Het is alleen niet heel praktisch, maar ja, hè. Daar moeten we maar mee leren leven, ja. Wij gaan lekker een documentaire kijken, namelijk You Are What You Eat, a Twin Experiment. En wat eten we daarbij? En wat eten we? Lekker gezonde eten. Popcorn, Doritos, cola en ik heb vanmiddag een biefstuk op, omdat ik zo vegetarisch ben als maar zijn kan. Nou, daarom ga ik je nu deze laten zien. I'm score. Wij hebben volgens mij bijna 2 jaar lang bijna vegan gegeten. Wij eten eigenlijk thuis met de kinderen. Je hoeft niet in de wij-vorm, want ik eet eigenlijk... Jij eet geen vlees. Gewoon vrijwel 100% plantaardig. Ja, waar? Ja, nee, vis wel. Oh, daar komen ze al. Maar vis, kaas. Ja, maar geen vlees. Heel plantaardig. Dus ik ben erg benieuwd. Maar eet jij vlees? Net een hele pepperoni... Vlees? Ben ik niet zo'n fan van. Je hebt net een hele rode pepperoni pizza op. Rode worst. Nou, ik eet wel rode worst. Pizza kip. Of pizza tonijn, zoals jullie serial killers. Pizza vega. Ja, dat kan ook, maar ik dacht van lekker makkelijk. Maar voor de rest ben ik lekker heel makkelijk. Plantaardig. Ik ben ook heel aardig voor planten. Nou, laten we het kijken. Oh, jullie gaan het kraken onder de film? Daar kan ik niet tegen. Het is een docu. Het is met onder. Nee, dan hou je maar een bakje en doe je het daarin. Daar heb ik geen zin in, dat gekraak. Vlees aan de kant. Nee, dat vind ik vreemd. Daar word ik echt agressief van. Nou, heb je het tegengezet? Nee. De waarde is goed. Jij zegt, wij doen alles, wat alles. Ja. Je M&M's pak kan ik ook zelf. Thee zetten. Ik wilde opeens geen thee meer, jij wel. Ja. Oh, oké. Dan gaan we even... thee zetten. Ik heb er hetzelfde aan als gisteren in de avond al. Ik had het wel trouwens al gezet. Ik moet het alleen nog in een kommetje doen. Een mokje. Een lekker mokske. Zo, daar gaan we. Ik maak dus thee met het water vanuit deze flessen. Want we deden het dus eerst heet met water uit de kraan, maar dat proeft toch een beetje raar. Ik vind het een vies smaakje hebben. Ook al is het helemaal gekookt, niet lekker. Dus dan doen we het maar met gewoon Evian. We hebben de eerste 2 afleveringen gezien. Wauw. Hoe denken we er nu over? Ik wist het al. Maar ik wil alleen maar groente eten, schat. Alleen maar groente eten. Dat leuk is, Joe? Dat duurt een week. Nee, maar weet je wat het ook is? Het is zo logisch. Ja. Als ze zeggen van hoe het wordt gemaakt en hoe de dieren zijn gewoon in wat voor omgeving ze zijn opgevoed. Ja. Met dit eten. Zo walgelijk. En dan zie je ook de maaltijden met de lekker garbanzo beans en chickpeas. Ja. Lentils. Nee, dat het een plantaardig dieet is gewoon heel lekker. Er zijn heel lekkere recepten. Als je dit trouwens interessant vindt, dames en heren, dan moet je de documentary kijken over de Blue Zones. Ja, maar die hebben we al een keer helemaal verteld. Ja, maar daarin zie je eigenlijk ook al dat ook al eet je maar een heel klein beetje vlees, maar vooral groenten en vooral gewoon bewegen. Ja. Al die eigenlijk dingen die heel misschien wel vanzelfsprekend zijn, maar dan word je dus gewoon... Wat is het weer? Live to 100 heet die? Ja. Ja, Live to 100. Ja, maar deze vind ik echt heel interessant. Heel interessant. Ja. Die Live to 100. Ja, maar this one I find very, very crazy because of how they show you like the meat. This is where your meat comes from. Ja, disgusting. And we weten het, maar als je het ziet, dan denk je, oeh, waarom? Waarom? En ook wat het doet voor het milieu. Ja, zo slecht voor het milieu ook nog eens. Ja. So no more ordering. Ik heb dit al denk ik al 10 keer gezien. En het blijft niet hangen.
blijft hangen voor een avond en een week. Het blijft niet hangen. Wat heb je vanavond gegeten? Daarom. Ja, maar, dus, maar ik eet nooit. Varkensvlees, nooit. Nee, maar jij vandaag gaat een hele pizza gegeten. Maar jij gaat nu toch dat stoppen, of niet? Ja. Maar ik eet ook weinig. Ik eet geen rode vlees. I know you guys don't believe me. Nee, maar ik eet alleen maar kip. Nee, I'm not a red meat eater. Ik had niet kip vandaag een entrecote gegeten, maar ik eet nooit rode vlees. Oh, jullie zijn zo erg. Oké, nou, we gaan slapen. Doei. Nou, goedemorgen. Er was vannacht een mega erg wind. En kijk even wat er is gebeurd. Ja, gloednieuw hek. En dat ligt gewoon nu in het zwembad. Zo kut gewoon. Echt walgelijk. Nou, idioot. Nou, wij zijn weer thuis en het zwembadhek is weer gemaakt, gelukkig. Het ging eigenlijk best wel snel. Ik dacht, ze zijn hier weer echt dagen mee bezig, maar ze hebben het gewoon in een middagje gedaan. Ja. Ja. Ja, je hebt lekker gedronken net, hè? Ja, je hebt lekker gedronken en je bent een beetje verkouden. Dat is wel vervelend. Gaan we lekker stomen met jou onder de douche? Gaan we lekker stomen? Of in bad? Oh, zin in. Het is zo leuk om haar te zien in bad. Want ze is zo blij. Ze zit alleen maar te spetteren in dat water. En dan eentjes te zoeken en zo. En ja, ik weet niet, ze is gewoon altijd blij. Behalve als ze mega honger heeft. Of als ik haar aankleed. Auw, mijn haar! Het is veel later en wow, wat is het, een rood beeld? Klopt dit wel? Nee, het was heel rood, heel raar. En Wout is morgen jarig, dus ik ben bezig met de slingers op aan het hangen. En ballonnen. En ik kocht dus, tenminste ik zag ergens, ik heb stad en land afgezocht in Ibiza stad. Op zoek naar slingers en was, nou ja, niet zo snel te vinden. En toen dacht ik, oh leuk, ik heb een slinger gevonden met Feliz Cumpleaños. Pak ik het uit, is het gewoon helemaal, zijn het allemaal losse letters. En dat moet je dan nog zeg maar aan een lintje hangen. Dus nou, nu lijkt het maar gewoon bij Feliz. En mag ik zelf ook nog mijn ballon opblazen? Dat vertel je er allemaal niet bij, jongen. Hij mocht helpen met ballonnen opblazen. Precies. Je bent gestopt bij Feliz. Ik heb astma, dus ik kan niet 10 ballonnen achter elkaar opblazen. Je bent gestopt bij Feliz. En Feliz hangt er nu. Ik word oud, wanneer ben je ook alweer jarig? In maart, hè? Ja, voor 6 weken. En nou, dit is het resultaat. Daar ballon, daar nog een ballon, daar nog een ballon. En wat ballonnen op de grond. Ja, en nu is de vraag of ik dit ga doen, want ik heb er ook een... Gek. Wat dan? We gaan lekker tv kijken. Oh. Is dat verlies? Ja, waar moet je... Gefeliciteerd, dankjewel. Nee, gelukkig. Oh. Geluk. Gelukkig betekent het. Jij ook gelukkig. Gelukkig verjaardag. Jij ook, lieverd. Nou, hé. We gaan lekker tv kijken. Oké. Okay. Ik weet niet eens wat het betekent, dat blijkt net. Ik dacht dat het gefeliciteerd betekent. Feliz cumpleaños. Nou. Ja. Gelukkige verjaardag. Oh. Ja, ja, ja. Oké, nou, we gaan die documentaire afkijken die we met Joey aan het kijken waren. Want we hebben de eerste 2 afleveringen met Joey gekeken. En nu, ja, moeten wij de 2 laatste kijken. Echt het allemaal zo neer. Oeh, wow. Oefie. Deze gaat ook heel hard. Ja, en kijk. Maar een muisje, niet een optreden dat leek. Nee. Zullen we het... Want de meisje heeft even kleine handjes. Echt, hè? Pas op, doe jij je trommeltje weg? Want dan kunnen we hier de cadeautjes neerleggen. Oh, je gaat gelijk een koekje eten. Zo. En nu gaan we de kaarsjes aansteken. En dan gaan we papa roepen. Wacht even hoor. Oké. Zo. Zo. Papa. Kom maar. Kom maar hier staan. Verstop je. Nee, we gaan zingen als hij komt. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de gloria.
In de glorie. Ja. In de glorie. Ja. Hyper de piep. Hoera. Hoera. Yay. Liefie, zo mooi gezongen. Mooie verrassing, hè? Oké, ik hoor Coco huilen. We hebben de jongens naar school gebracht en ik heb een verrassing voor Wout. Want die is jarig en nou, jullie gaan het zien. Ik ga hem meenemen naar een heel leuk hotel en hij heeft geen idee. Ik heb Wout ontvoerd. Ontvoeren jou. En we zitten nu heerlijk in een geweldig hotel. Nee, dit, kijk, er zijn, misschien is het, al, is het heel simpel, maar misschien ook niet. Mijn oma uit Den Haag, die was heel chic vroeger. Ik had een hele chique oma. En die had dus dit altijd. Een wit tafellaken met mooi gepoetst, ja sorry, ik heb net boter gesmeerd, dus maar met mooi gepoetst zilver bestek. Met gewoon heel simpel eigenlijk, een wit tafelkleed en zilver bestek. En daar word je heel blij van. En daar van. Word ik dus zo intens gelukkig van. Ja, dat weet ik. Ik vind dat zo chic. Meer... We gaan eerst heerlijk hier ontbijten. En dan naar de spa voor een koppelmassage. En we zijn de enige hier, maar het is gewoon geweldig. Uitzicht daar op die berg moet je even uitzicht. Inzoomen. Dat is... Ja, ik ga zo wel even laten zien. Hier kan geen cadeau tegen, op. Echt niet. Dankjewel. Nee, dit is ik heb het goed uitgekozen. Zo'n ervaring als dit. Ja. Daar kan, ik word hier... Ja, ik word hier ook heel blij van. Ik zou er bijna stil van worden, maar dat lukt je nooit. Nee, dat lukt je nooit. Ijskoud. Ja, dit is geen verwarmd zwembadje. Wel heel mooi hier. Ik ga ook zo. Ja hoor. Dan ga ik dat cameraatje vasthouden. Eerst zien, dan geloven. Goed zo. En nu tel je tot 30. Go. Nee. Probeer rustig, rustig ademhalen. Nee. Ah joh. Ah joh. Ah joh. Je hebt het wel gedaan. Nice. Een vrouw van haar woord. Lekker toch? You did it. Oh, I did it. Goed man. Zo, we hebben zo'n chill ochtendje gehad. We begonnen natuurlijk met dat ontbijtje daar. En we gaan nu hier, of we hebben daarna een massage, een koppelmassage gehad. En zijn we nog even in de sauna geweest en in het koude bad. Heerlijk. Echt, heerlijk was, even in de zon gezeten. Dat was zijn helemaal ooit. Opgeladen. Geweldig. Ja, en nu zijn we bij de school van de jongens. Gaan we die ophalen. En Tim en Roos, vrienden van ons, beste vrienden, beste vriend van Wout, Tim. Die komen nu lekker naar ons toe en die blijven hier het weekend. En we gaan vanavond Wout's verjaardag vieren. Nou, het wordt een en al gezelligheid. Het weer, ja, je kan gewoon in een bikini. Dus zij vallen met hun neus. De auto zegt 21 graden. Nou, ik geloof het op maar niet. Ik geloof het echt niet. Ongelooflijk. Heerlijk. 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 Hey, laat maar je hoef niks te doen. Ik heb lekker pasta vongole besteld. Roos, die heeft een soort vega. Hoe is het? Lekker? Heel lekker. Top. Tim heeft ook vongole. Een soort pesto, maar volgens mij ook een beetje chinoof ook. En Coco, die hoort al lang te slapen. Maar die slaapt nog steeds niet. Ik ga het even proeven. Stukjes aardappel tussen. Pasta. Daar word je heel sterk van. Groene pasta. Nee, Luca moet even op een eigen stoel, want dit gaat niet. Mm. Zo lekker. Ja. Mm. Als je je broodje op hebt, gaan we samen een ijsje halen. Ja, lieverd. Heb jij nou precies hetzelfde? Kijk met je mee. Op diezelfde spelletjes. Ik eet ook een keer groene pasta. Jij eet ook een keer groene pasta, hè? Dat weet ik nog. Heel goed van jou. Wij zijn terug van een hele leuke lunch met Tim en Roos en de kids op het strand. Het was echt fantastisch in de zon. En ik ga me nu klaarmaken, want wij gaan vanavond uit eten. We gaan naar het Standard Hotel. Het zit in Ibiza stad. En ik ben letterlijk 1,5 jaar geleden, als het niet langer is, een avondje uit geweest of uit eten. Ik heb echt alleen maar lunchdingen gedaan, ook met Wout, weet je wel. Maar nooit meer 's avonds iets, omdat ik gewoon altijd... te moe was of zwanger en ja, gewoon geen zin in. Dus nu ga ik en ja, ik heb helemaal zin om me op te doffen en lekker een drankje te drinken. Ik ga maar één drankje drinken, want ik ben de Bob.
En ik zei, Wout, ga jij maar lekker los. Ik rij wel, het is jouw verjaardag. Dus ja, zin in. Ik ga ook de vlog afsluiten. Dus dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe vlog. Doei!